Ton, jij bent van beroep accountant en je hebt een accountantskantoor in Schiedam. Bij de 10 meest genoemde beroepen die over een paar jaar verdwenen zullen zijn, daar staat ook de accountant en de boekhouder op het lijstje. Nou, jij als ondernemer weet als geen ander dat je daar iets aan moet doen. Maar jij ziet daar tegelijkertijd ook een metafoor in voor de badmintonsport. Leg eens uit. Ja. Ja, een belangrijke metafoor is zeg maar, ja, dat we anders moeten gaan denken. Als ik in een bedrijf op dezelfde wijze zeg maar, de bedrijfsvoering zou doen, dan gingen we inderdaad langzaam, eigenlijk zelfs badminton 5% per jaar op, achteruit. Ook voor badminton geldt dat we anders moeten denken. We zullen de behoeften van de leden die zullen we centraal moeten gaan stellen. We zijn er eigenlijk ook druk mee bezig. Zelfs zit ik in een werkgroep dat we naar competitievormen gaan kijken en lidmaatschap. En mensen hebben behoeften. Sommige mensen aan langere competities, sommige aan kortere, andere speelvormen. En, ja, daar moeten we naar op zoek. Dat betekent ook dat we moeten kijken dat mensen misschien via apps kunnen kijken waar kunnen we gaan badmintonnen, lidmaatschapsstructuren, daar moeten we naar gaan kijken, is dat nog wel van deze tijd. Het is echt een hele spannende periode, niet alleen voor badminton, je ziet in heel veel sporten die met contributiestructuren werken, ja, die hebben het gewoon lastig. Dat geldt ook voor ons. Ja, we zijn er als bestuur, maar ook als organisatie wel druk mee bezig om de goede weg te vinden.